jullie zijn een van de eerste die dat doen, hè? Wij zijn de eerste volleybalvereniging in Nederland die dit doen. Tinka, onze trainster, die heeft het funvolley opgestart. We zijn nu met één groep op de zaterdagochtend bezig. En langzamerhand komen er steeds meer kinderen. En waarom heb je dat initiatief zo genomen? Nou, ik sport zelf al vanaf dat ik heel erg klein was. En heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan. En dat plezier, dat wil ik graag heel erg overbrengen op andere kinderen. Mick, hoe vond je het? Leuk. Wat vond je zo leuk? Het estafette. Estafette en de spelletjes en zo, hè? Ja. Wat vond jij het leukste spelletje? Rennen. Rennen, maar dat ken jij goed, hè? Ik zag jou heel hard rennen. Had je gewonnen, of niet? Nee. Ja, alleen. En helaas las ik van de week in de krant dat heel veel scholen in deze omgeving ook niet eens toekomen aan gymnastieklessen in het basisonderwijs. Dat wordt steeds minder. En dat is heel bedroevend. En ik merk dat tegenwoordig toch heel veel jonge kinderen veel minder bewegen dan toen ik heel klein was. En dat zou ik graag willen doorbreken. Maar kan je ook merken uit de praktijk van fysiotherapie dat kinderen meer blessures hebben omdat ze tekort aan sport doen? Ja, dat zie je zeker. En niet alleen blessures, maar ook gewoon inschatten van afstand naar een bal toe. Dat raken ze helemaal een beetje kwijt. Hè, meer vanaf de computer tweedimensionaal. Maar ja, om te bewegen in de ruimte heb je driedimensionaal bewegen nodig. Wij vinden namelijk bewegen ontzettend belangrijk. Voor kinderen, maar ook voor oudere mensen. Wij reiken nu het Nijntje beweegdiploma uit. En zo'n diploma is een ontzettend mooi middel om, net als een zwemdiploma eigenlijk, de kinderen te stimuleren om goed de basisvormen van bewegen aan te leren. En als je dat eenmaal op jonge leeftijd doet, dan heb je daar je rest van je leven profijt van. En om het nou extra leuk te maken voor die kinderen, hebben we gedacht, als we nou Nijntje tot onze vriend maken, want Nijntje vindt de kinderen leuk en de kinderen die vinden Nijntje leuk. Je begint al op 3 jaar hier met het Nijntje beweegdiploma en dan wordt de basis gelegd voor de andere sporten, ja, zoals bijvoorbeeld volleybal. Dus wendbaarheid, naar de bal toe gaan, kracht, schoudergordel die stabieler wordt, rennen, wendbaarheid, springen. Wij vinden dat alle sportverenigingen in Nederland eigenlijk idealiter dit zouden moeten gaan aanbieden. En daarvoor kunnen ze met ons, met de KNGU, kunnen ze afspraken maken. Daarvoor kunnen we samenwerken met gemeenten. Daarvoor kunnen we samenwerken met individuele clubs. We kunnen samenwerken met peuterspeelzalen, kinderopvangcentra. Om die basisbeginselen van bewegen, om die echt tussen de oren van iedereen te krijgen. En ik weet zeker dat samen met Nijntje al die kinderen ontzettend enthousiast gaan sporten. En als die kinderen enthousiast gaan sporten, gaan misschien zelfs ouders ook weer een beetje mee sporten. Ja, ik vind als ouder ben je het grote voorbeeld voor je kinderen. Dus als je als ouder gewoon een beetje aanmoedigt, op een goede manier meedoet, als het natuurlijk de bedoeling is, ja, dat werkt stimulerend. En er is maar één iemand aan wie ik hem eigenlijk moet doorgeven. Dat ben jij, Tinka. Dus dat ga ik ook doen. Jij bent de initiatiefneemster binnen de club. Ja. Ik heb net gekeken. Het zag er waanzinnig uit. Ik hoop dat er heel veel kindjes structureel mee gaan doen. En dat jullie het heel lang gaan voortzetten.